Het spreekt voor zich dat sommige werknemers representatief gekleed moeten zijn. Verkoopmedewerkers vormen bijvoorbeeld het gezicht van de organisatie naar de buitenwereld. Betekent dit dan ook dat de werkgever hen mag verbieden om tijdens een hittegolf met een korte broek en teenslippers naar het werk te komen? Soms wel. De werkgever mag onder bepaalde voorwaarden kledingvoorschriften opleggen. Die moeten duidelijk en redelijk zijn en vooral niet bewust discriminerend. De kledingvoorschriften mogen ook niet te veel ingrijpen in het privéleven van de werknemer. Een werknemer die het niet eens is met de kledingregels van zijn werkgever kan naar de kantonrechter stappen. Die kijkt dan naar de aard en de primaire klantenkring van het bedrijf, de functie van de werknemer, de maatschappelijke opvattingen en de vraag of de voorschriften wel noodzakelijk zijn om de functie van de werknemer uit te voeren. Meer informatie over arbeidsomstandigheden vindt u op Rendement Online.